Wat voor een weet ik niet. Het lijkt wel een leger. Deze kopte. Maar hij is net weg. Ik kan hem niet meer zien. Helaas, jammer, pinnekaas. Maar ja. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. En ik lag lekker in mijn bed. En ik hoorde mijn wekker, want ik heb twee wekkers. Van 7 uur en 8 uur volgens mij. Nee, van 8 en 9 uur en eentje om 10 uur. Dus zo meteen gaat er ook weer eentje af. Want het is over een kwartiertje alweer 1 uur om 10 uur. En die gaat helemaal dadelijk af. Maar ik heb wel ongelooflijk lekker geslapen. En wat ik ook niet ga doen is lekker een bakje koffie zetten. Ik heb er ongelooflijk veel trek in. Maar ik dacht door die wekkers. Ik dacht echt van wekkers, laat mij even lekker slapen. Maar ja, dus. Toen ben ik ook gewoon gaan doen. Maar ik dacht op het moment dat het bijna 10 uur was, dacht ik nou, nu ga ik wel eruit. Nu is het klaar geweest. Anders blijf ik alleen maar liggen. En dat wil ik weer niet hebben natuurlijk. Dus. Maar ja, dan ga ik dat nu. Nu een beetje wakker worden, even lekker een bakje koffie drinken. Zo, lekker even Spotify aangezet. Dat is even lekker om te luisteren. En ik zet even lekker wierook aan. Dat is ook even lekker. En er zit eentje te eten daar zo. Maar ik krijg. Wacht even. Ah. Ik krijg hem niet open. Ik krijg hem niet eruit bedoel ik, dat wou ik zeggen. En ik heb net even jas omgewisseld, want ik ga nu deze jas aantrekken. De andere was nog best wel te koud. Zo, even aansteken erbij. Zo. Zo, dat ziet er mooi uit. Moet je kijken dan. Die wierook. Kijk hoe mooi. Dat is toch mooi. Ik vind dat altijd zo mooi om te zien. Die wierook. Jullie gaan nu in slow motion zien hoe die rook gaat. Er zit er ook eentje. Vraag aandacht. Hé, Ganja. Hé, boef. Maar ja, dan gaat hij lekker weer roken. Kijk, jullie kunnen nu wel zien dat hij aanstaat. Ik kon gisteren natuurlijk niet, want nou was echt heel moeilijk te zien. En wat ik al zei, lekker Spotify nummer. Nummer luisteren. En dit is van Marlijn Middenburg. Hoor dit nummer. Hoe mooi. Binnen door de morgen vroeg. Zie ik nu al dat die gisteren komt. Helemaal voor mij. En ik ben blij. Weet wel wat ik heb gemeen. Nog niet waar. Vanaf hier ga ik elke kant erop. Er is geen weg terug. Of ik nou van links of links terug voor een vlucht. Alles viel, maar ik viel nooit terug. Nou, dat blijft een mooi nummer. Nummer van mij. Ik kan jullie wel vertellen, in december, de 18e, is in Schouwburg te zien. Ben ik erbij, ja of nee? Dan gaan jullie binnenkort wel iets van horen. Ik zeg nog niks, ik wil nog verrassing houden.
Misschien ga ik erheen of zou ik niet heen gaan? Zou ik erheen gaan of zou ik niet heen gaan? Hou mijn vlogs in de gaten. Maar ja, ik wil even lekker bakje koffie hier zo. En dan ga ik lekker wachten tot het render klaar is. Daar zo. Want die staat nu te renderen namelijk. Vandaar. Dan ga ik even wachten en dan uploaden. Ik hoor ineens een helikopter. Dus, kijk. Daar zo. What the fuck? Daar zo. Wat voor een weet ik niet. Het lijkt wel een leger. Helikopter. Maar dat is net weg. Ik kan hem nu niet meer zien. Helaas, jammer, pindakaas. Maar ja. Ik was bezig met dingen op mijn computer, video te uploaden. En ineens hoor ik de helikopter. Dacht ik, nou moet ik even snel heen gaan. Dus toen heb ik dat gedaan. Dus in de werk ben ik even gaan kijken. Nou, het lijkt wel een lege helikopter in ieder geval. Een niet normale helikopter in ieder geval. Dat is wel het enige wat ik weet. Maar ja, lekker nog even lekker een bakje koffie nog drinken. En dan over... uurtje richting werk. Ja. Dus ga ik eerst even lekker een beetje dingen klaarmaken. En dan, zoals jullie gezien hebben, dat ik net de koffie aan het zetten was. En dat is deze bakkie. Misschien als hij er toch op is, dat ik nog één bakje drink. Dus, maar dan ga ik nog even kijken. Nu even, even lekker media kijken. In ieder geval even klaarmaken om naar werk te gaan. Ik ben eigenlijk ongelooflijk erg benieuwd naar voor jullie. Dit is wat er bij natuurlijk aankomt is kerst en Sinterklaas. En vraag me af, hoe gaan jullie dat doen? Want ik zie als ik op Facebook kijk of op media, minstens laten we zo zeggen, als ik op media kijk, zie ik fans. Ik vier gewoon lekker met mijn familie. Nou, maar dan ben ik benieuwd, hoe gaan jullie dat doen? Ga je het ook gewoon met je hele familie vieren? Want eigenlijk is de regel dat drie mensen op één dag mogen komen. Dus de vraag aan jullie af. Huilen jullie aan drie mensen? Of gaan jullie gewoon met echt de hele familie vieren? Alleen met familie. Laat even weten in de reactie. Ik ben ongelooflijk benieuwd naar. En ik weet niet. Mensen, ik laat het over aan mij. Familieleden, om zo te zeggen, van mijn vriendin's kant en van mijn moeders kant of aan mijn vaders kant. Dus laat ik aan jullie over. En ik moet er zelf ook nog over nadenken, hoe ga ik doen met kerst. Maar daar gaan jullie wel binnenkort wel over horen, hoe en wat. Dus ja, laat even weten in de reactie hoe jullie dat gaan vieren. En dat gaat ook eigenlijk over oud en nieuw. Hoe gaat dat, deze situatie? Hoe gaan jullie dat doen? Tenminste, ik heb een klein beetje planning al gemaakt. Maar of de planning doorgaat is de tweede vraag. Dus, maar ja, het is allemaal even afwachten. En ga ik nu maar even kijken hoe het allemaal gaat. Ik ben benieuwd hoe jullie er over denken en hoe jullie gaan aanpakken. Dus ik ben benieuwd. Maar ik hoor heel veel mensen, wij doen dat gewoon met de hele familie. Maar de vraag is, hoe gaan jullie dat doen? En dit is al een paar uur verder. Kom maar naar mijn werk. Natuurlijk, zoals jullie weten, het is wel logisch. Dan kan jij al eten gegeven. Maar ik ga even lekker een pizzatje eten. En wat ik bij mijn werk heb gekocht is hoeslaken. En bedovertrek. Die had ik wel even nodig. Ik dacht, ik vond die zo mooi.
Kijk hoe mooi kleur dat is. En als je kijkt, deze wordt, zo ziet hij eruit. Ik vind dat ongelooflijk mooi. Dus ik kon deze niet laten liggen natuurlijk. En de schilderen neem die ook maar mee. En de hoeslaken. Ook lekker erbij. Maar nu even lekker pizza in de oven zetten. Laten we dat even doen. Pizza is lekker klaar, dan ga ik lekker ervan genieten van deze pizza. Maar ik heb ook nog een lekker knoflookbakje saus. Dat is ook wel lekker. En dan ga ik lekker van deze pizza genieten. Bij sommigen zit er helemaal los. Ja, dat dacht ik al. Maar ja, dan gaat het gewoon wel goed. Dan ga ik nu even lekker van smullen. En dan daarna even pers kijken. En dan even naar de winkel. Want ik ga wat kopen. Maar dan gaan jullie dadelijk wel horen waarvoor de reden is en wat ik ga halen voor de bovengroep. Voor morgen. Dus ja, blijf in ieder geval kijken. Wat een vieze week. Ik ben helemaal nat geregend helemaal. Maar gelukkig wel nu thuis lekker droog. Maar echt bagger weer in zijn buiten. Ongelooflijk weer. Ik heb even boodschapje gehad. Daardoor ben ik helemaal nat geregend. Heb lekker snackjes gehad. Dus vandaar. En nu daar ik even uitrijden. Maar... ja, dus. Maar ja, dan ga ik nu even. Want ik was vergeten eigenlijk te vloggen dat ik hem naar boodschap ging halen. Maar ik had mijn handen vol. Ik had 2 tassen. Ja, en dan dat nog te vloggen. Gelukkig gewoon niet. Dus. Vandaar dat ik nu even vlog. Dus ja. Ik had er geen tijd voor. Maar ik heb hier allemaal lekker snackies. Dus. Daar kan ik lekker van genieten. En eten voor. Koffiepads, die doekjes die ik moest halen, heb ik ook eindelijk gehaald. En ja, dat was het. En dan patat en blikjes. Dus ja, dat was het. Maar ja, nu even lekker opwarmen. Trouwens, heel af en toe kijk die Masked tv-programma, Masked nog wat. Maar er is er ook eentje, is De Vos. En ik vermoed... eigenlijk, ik denk niet dat ik de enige ben, maar er zijn heel veel mensen ook niet meer. Dat Marlijn Meerdenburg dat is. En volg jij ook The Masked Singer? Laat even weten op wie jij denkt wie wat is. Of jij al weet wie dit allemaal zijn. Ik vermoed in ieder geval, De Vos is Marlijn Meerdenburg, denk ik. Vermoed ik. Maar... ik weet niet alle hints, maar ik zit al heel veel op internet te zoeken wat al om de hints zijn van video van De Vos. Maar dat kan ik nergens vinden. Maar ja, kom wel goed, kom ik wel een keer achter. Zoals jullie gezien hadden, had ik natuurlijk een helikopter gezien die hier vanochtendmiddag voorbij vloog. En ik had waarschijnlijk gelijk, dus het was, als ik het goed heb, een militaire vliegtuig en hier zie je de foto ervan. Ja. Dit is die foto waar ik over had en die toen hier voorbij mij hier voorbij kon vliegen. Heel grappig, heel apart. Dat was, kwam op dezelfde nieuws op Hart van Holland. Volgens mij zag ik het voorbij komen. Als ik goed heb, tenminste, ik kwam ergens voorbij op mijn Facebook, zag ik het voorbij komen in ieder geval. En er zit eentje hier lekker op de bank lekker te liggen. En die ligt al lekker. Nee, niet bijten kan je. Niet bijten. Hè, kan je? Dat wil ik niet hebben. Boef. Hè, boefje. Mijn grote vriend, hè. Lekker dingen ben je ook, hè. Lekker beestje ben jij, ja. Hé, hey, lekkere beestje ben jij. Grote vriend van me. Hè? Grote vriend.
kan jullie kunnen net niet zien. Hij zit van Maart weer te liggen. Boef. Wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Wat ben je allemaal aan het doen? Ik vraag me echt af, Kanja. Waarom doe je dat? Misschien weten jullie dat. Waarom doet Kanja dit? Ik vind het zo grappig om dit te zien, hè. Echt heel grappig. Maar ja. Blijkbaar voor hem normaal. En net even anders, hè? Net als team, net even anders. Maar ja, er komt. Ik denk dat jullie ook wel afvragen. Komen jullie, gaan jullie elkaar weer zien? Wij hopen het wel. Maar door dit situatie, we hadden zo leuke dingen allemaal gepland. Allemaal leuke gedachten. Bijvoorbeeld dit jaar. Ik weet niet hoe het aan toe staat, maar dit jaar naar top 2000. Dit jaar zouden wij reunigeren. Omdat we elkaar een jaar kennen. We kennen net elkaar al een jaar. En het is al bijna een jaar geleden dat. Het gaat zo hard dat bijna over een jaar is geleden dat wij voor eerst. Dat we op tv kwamen, waar met de hele team net helemaal anders op tv waren geweest. Zo hard gaat dit de tijd nu ongeveer. Ik denk van, wauw. Gaat de tijd zo hard? Dus het is niet voorstelbaar. Maar wat we ook van plan waren, we hadden zoveel leuke planning gepland. En dat vind ik wel ongelooflijk jammer. Maar, niet getreurd. Als weer alles normaal is, kunnen we hopelijk dat we dat allemaal weer kunnen doen. We gaan het allemaal zien en horen hoe en wat. En hoop zo snel mogelijk dat we alles kunnen. En dat we gewoon met z'n allen zes weer bij elkaar kunnen zijn in ieder geval. Dat is onze bedoeling. Onze steun. En we gaan het zien allemaal hoe het lukt. We gaan het allemaal zien, want het is echt wel heel veel leuke planningen met het volk. Ik heb papa opgenoemd en ik weet nog meer, maar ik weet niet, kan die even nu niet opnoemen wat we op onze planning hadden. We gaan het zien of het allemaal weer gaat lukken of niet. Ik ga nu maar lekker klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Dus ga ik dat ook doen, even lekker rolgordijnen dicht. En dan ga ik lekker mijn nestje in. Ja, morgen weer een dag, natuurlijk. De laatste dinsdag dat ik nou in de middag heb gewerkt. En morgen krijg ik wat binnen. En dan gaan jullie morgen wel zien. Morgen krijg ik een pakketje binnen. Maar dan gaan we, wat ik al zei, ga jullie morgen wel zien. Ja, dan ga ik nu maar even, wat ik al zei, lekker rollen en rolgordijn dicht doen. Ben ik al mee bezig, tussendoor. Zo. En dan lekker mijn bedje in. Dus wat ik nogmaals tegen jullie wil zeggen is, ik wil jullie allemaal bedanken voor kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. En ik zat te luisteren vanochtend trouwens op de radio. Als ik het vergeten te zeggen. Tot zelfs op de radio hebben over de Cars. De YouTuber die uit België is vermist al sinds vrijdag.